Hey, maar een hele bruisende dag. Veel kinderen. Ja, jongeren. Ja. Beetje foute kinderen. Ja, wij hele coole jongeren. Ja, misschien is de compensatie dat ik mezelf zo oud voel. Hè? Ja, oké. Nee, zij zijn jonger. Ja. Dat is een beetje. Hey, maar een thema. Ja. Dat doen jullie altijd, hè, als Shine. Jullie pakken een thema en daar bouw je omheen. Ja. We hebben daar eens een keer overleg over gehad. En eigenlijk zijn we nu in een soort samenwerking. Jullie vooral voor het creatieve en eigenlijk ook het pakkende deel. Want zo'n dag als vandaag, ja, ik krijg er wel energie van. Daar word ik wel warm van. Maar zo'n thema, wat doet dat met jullie? En hoe vertalen jullie dat dan vervolgens? Want... Nou, we gaan heel erg uit van wat de jongeren ons vertellen. Mm-hmm. En daar proberen we mee aan de slag te gaan. En zo'n dag als vandaag, Makersdag, dan proberen we echt samen met de jongeren dingen te maken om die voorstelling vorm te geven. Dus dat ze echt het gevoel dat het van hun is. En niet dat wij achter een bureautje dingen zitten te doen en dat zij dat moeten uitvoeren. Ja. En het zijn ook de kinderen zelf. En ze hebben er lol in. Dat stralen ze uit. Muziek, toneel, allerlei facetten komen erin terug. Wat is dan van jullie en wat is dan van de jongeren zelf? Wij geven het aan. Wij geven een beetje de sleutels waar ze... En hun gaan ermee aan de slag. En, mm-hmm. Dus wij maken een beetje de materialen van... Oké, we gaan een beetje die richting op. En vertel, wat hebben jullie afgelopen weekend meegemaakt? En dat gaan we dan omzetten. Dus de hele tijd, hun geven ons weer informatie. Gaan wij weer een beetje aan de gang. Dan geven we het weer terug. Het is echt een wisselwerking. Mm-hmm. Zodat ze... Want je wilt ook gewoon kwaliteit leveren met de jongeren. Dus daar helpen we ook bij. We hebben ook gewoon zangdocenten, theater- en dansdocenten. En zo proberen we toch altijd een goede, kwalitatief hoge voorstelling voor ze neer te zetten. Nou is dit eigenlijk een beetje sneak preview. Want ja. We komen eigenlijk binnenlopen op een makersdag. Ja. Vind ik wel heel bijzonder. Maar kun je nou een beetje een beeld schetsen voor de aankomende periode? Want wat gaat er allemaal met dit thema, met deze groep allemaal gebeuren? Nou, dit is een beetje eigenlijk de kick-off party, zou ik maar zeggen, voor de rest van het seizoen. En we hebben aansluitend aan de Makersdag een alcoholvrije borrel vanmiddag om 5:00. Om hippe drankjes. Ja, allemaal hippe alcoholvrije drankjes. En daar hopen we de rest van de inwoners van houden. Dus niet alleen de jongeren, maar ook de ouders, mensen van de gemeente, alle inwoners van Houten te mobiliseren om een gezellig een drankje met ons te komen doen en om ze te motiveren mee te doen aan Ik Pas, de 30 dagen zonder alcohol. Ja. Ja. Nou ja, ik doe mee. Ja, leuk. Dus, iemand moet het doen. Een boegbeeld, toch? Ja, ik ben zelf een boegbeeld. Er worden telkens meer mensen gebeld. Houten FM doet mee, GroenLinks doet mee, als hele partij. Heel goed. Dus we krijgen telkens meer mensen en dan kunnen we anderen ook mee triggeren. Als we te zeggen, nou GroenLinks doet mee, dan moeten we anderen ook wel mee, toch? Ja. Ja, nou ik ga mijn best doen. Ja. En, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Als ik dan zo'n dag als vandaag zie, dan word ik helemaal blij van. Ja. En als je mensen op straat zegt, maar goed, alcohol maakt me een beetje losser en doe wat vrijer. En terwijl ik denk van maar als je hier binnenkomt en je proeft een beetje het enthousiasme. Ja. Hè, volgens mij moeten we mensen meer daarvan laten proeven. Ja, misschien is dat al een eerste stapje. Ja. Hebben we zien elkaar vanmiddag ook? Zeker, wij zijn er. Succes nog verder vandaag. Dank je wel. Leuk, dank je. I'm drinking rum,